De Organisatie voor Gemeenschapswerk, NACS, is door de UNESCO als eerste van Suriname gekozen om getraind te worden om een goede inventarislijst te maken van hun immaterieel erfgoed. Dit zegt Herman Snijders van het Directoraat Cultuur. NACS, die het pilotproject met medewerking van de Nationale UNESCO-commissie Suriname en het Directoraat Cultuur heeft uitgevoerd, heeft voor de Koto gekozen. Tijdens het project zijn 20 mensen getraind om het veldwerk te doen. Volgens Snijders is alle relevante informatie en documentatie van de Koto bij de UNESCO ingediend. Verder zijn er voor het onderzoek ruim 10 mensen geïnterviewd. Snijders zegt dat dit project een spin-off effect heeft en dat andere zaken die bij de Koto horen ook aandacht zullen krijgen. Een aantal mensen hebben aangegeven dat ze die typische muziek die bij een Koto dansie hoort, dat ja, het is er niet echt meer. Hè? En die mensen zeggen van je gaat toch niet, als iemand gaf een extreem voorbeeld, je gaat toch geen kabula dansen in een Koto. Dus hiermee wil men aangeven dat ook daaraan aandacht geschonken moet worden. Want bij die Koto horen een heleboel aspecten, zowel culinair, de sieraden zijn net genoemd, maar ook schoeisel, die moiri, die tip-tip die hier op de grond ligt. Maar ook muziek is daar een onderdeel van. En daar moeten we aandacht aan gaan besteden. Dus je ziet wat voor spin-off effect dit pilotproject teweeg heeft gebracht. Mensen zijn niet alleen enthousiaster geworden met dit project, maar ze zijn ook bewuster geworden over hoe ze moeten omgaan met hun erfgoed. Volgens Christine van Russel-Henaar, ook een van de geïnterviewden en eigenaar van het Koto Museum, is het tijd geworden dat we gaan beseffen dat we niet zomaar dingen moeten weggooien. Ja, is ja Koto die is mijn guru. Dat was voorstemd Koto. Als mensen in het museum komen, dan hoor je altijd weer, we hadden zo'n klerenkast. Mijn gunst, waar is het naartoe? We zijn verhuisd, we hebben het gelaten. Weet je, ik denk dat mensen moeten gaan beseffen dat het een stukje erfgoed is, dat je goed kunt bewaren. Dat als we kijken naar kleding, we kunnen het conserveren. En dat deden onze afos al. Gewoon met die, eigenlijk dat stijfsel, gomma, gemaakt van bittere cassave, dat een zo goed conserveringsmiddel is, dat toch wel het behoud van onze koto's het in stand gehouden heeft. Je hoort van mensen, ja mevrouw Van Russel, ik heb een zak hoor met oude koto's van, weet je wat, kom die dingen halen hoor, want mijn bron ding, weet je. Ik kan me voorstellen, soms weten mensen zich geen raad met die spullen. Maar als je gewoon even goed als familie gaat zitten en zeggen van, dit was van oma Jaja, weet je, Tjemigara, als een mooi etekuchi brimbaya, of misschien wel een kind het nog. En daar is waar we dus vooral mee bezig zijn, het erfgoed dat bewaard moet worden. Binnen NACS is de werkgroep Kleding en Sieraden bezig om niet alleen het erfgoed te bewaren, maar het ook te documenteren en te beschrijven, zegt Van Russel. De UNESCO zal delen van het onderzoek in een booklet presenteren dat gaat over Suriname en de Nederlandse Antillen.